Ben jij nieuw in Vlaanderen? Of ben je al langer hier, maar voel je je nog niet thuis? Tijdens het inburgeringstraject leer je Nederlands spreken en ontdek je hoe de Vlaamse samenleving in elkaar zit. Je ontmoet ook nieuwe mensen, leert nieuwe vaardigheden en komt te weten hoe je je leven hier verder kan opbouwen. Tijdens het intakegesprek luisteren we naar jouw verhaal. Dat doen we in jouw taal of in een gemeenschappelijke taal. Vervolgens leggen we je inburgeringstraject vast. We houden hierbij rekening met je werk, je gezin en je persoonlijke situatie. Je ondertekent een inburgeringscontract. Hierin staan de doelen die je moet behalen voor alle onderdelen van het inburgeringstraject. Een trajectbegeleider begeleidt je doorheen het traject. Jullie bespreken samen de praktische informatie. Waar en wanneer volg je de cursussen en welke testen moet je doen? Je kan met al jouw vragen terecht bij je trajectbegeleider. Dat kan live in een contactpunt, via telefoon, via e-mail. De trajectbegeleider helpt jou of zoekt de juiste hulp. Maar het is natuurlijk vooral aan jou om je eigen traject tot een succes te maken. Er zijn 4 onderdelen binnen het inburgeringstraject. Maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren, het traject naar werk en het participatietraject. Tijdens de cursus Maatschappelijke oriëntatie, of MO, geeft jouw leerkracht informatie over leven, wonen en werken in België. In de cursus leer je meer over diverse thema's. De les gaat online door of live in een klas. We geven les in verschillende talen. Tijdens de cursus krijg je ook informatie over je rechten en plichten in Vlaanderen. Op het einde van de cursus moet je slagen voor een test. Voor de cursus maatschappelijke oriëntatie en voor de test moet je betalen. Je leert ook Nederlands. Zo kan je een kort gesprekje voeren in de winkel, met jouw buren of jouw collega's. We geven zelf geen les, maar we zoeken samen met jou naar de cursus en de school die het best bij jou passen. Tijdens een gesprek stellen we daarom vragen over jouw talenkennis en jouw verwachtingen. Op het einde van de cursus moet je slagen voor een test. Voor de cursus Nederlands en voor de test moet je betalen. Je start ook een traject naar werk. Je trajectbegeleider geeft je informatie over hoe je werk kan zoeken en verwijst je door naar VDAB. Daar kan je bijvoorbeeld vacatures bekijken, jouw cv maken of een opleiding volgen. Ten slotte is er nog het participatietraject. Tijdens dit traject kies je, samen met je trajectbegeleider, een manier om je sociale netwerk te versterken. Minimaal 40 uur ga je op stap met een buddy, doe je stage bij een bedrijf, vrijwilligerswerk of iets anders dat bij jou past. Het is meteen een mooie kans om je Nederlands te oefenen. Wil je graag meer informatie of een afspraak maken? Ga dan naar www.integratie-inburgering.be. Heel veel succes!